Zo doe ik dat. En dit is het fototoestel. Dit is een cassette waar film in komt. Die is net zo groot, dit vlak is net zo groot als wat je net als matglas achter op de camera zag. Dus dadelijk gaat het matglas eraf. Deze cassette komt, ik vul hem dadelijk met film. Deze schuif, die gaat zo ver, gaat die eruit. Hier gaat de film in, die schuift hier tussen. Dit randje klapt dicht. Die schuift dit. Dicht. En hij komt achter op de camera te zitten. Dan kan ik de schuif eruit halen. Ik kan de lensdop eraf halen gedurende een aantal seconden om te belichten. Ik zet de lensdop er weer op, ik zet de schuif weer erin. En ik kan de film gaan ontwikkelen. Nou, die glasplaat gaat eruit. De filmcassette die komt erin te zitten. Zo doen. De belichtingstijd wordt ongeveer 2 seconden bij diafragma 64. Nou, wat ik nu doe is de diafragma op 64 zetten. 64. Ik zet de lensdop er weer op. Ik haal nu de schuif van de cassette haal ik eruit. Voor zover als dat nodig is en dat is zover. ...21, 22... En lens op erop. Dan kan die schuif er ook weer in. De cassette eruit. En de film zit in de cassette. Ik zou jullie graag laten zien hoe dat die film in de cassette zit. Maar dat schiet ook niet op. Ja, dan is het eigenlijk gepiept. Dat was dat. Dan. Kijk, zo ziet het negatief eruit. Nee, je ziet hier nog de stukjes plakband waarmee ik hem in de cassette vast heb geplakt. Ik zal dadelijk een velletje tekenpapier insmeren met een lichtgevoelige laag die gevoelig is voor ultraviolet licht. En dan kan ik ook bij daglicht gewoon laten zien wat er precies gebeurt. En dat was hij dan, als een soort proefdrukje of zo. Dit is eigenlijk een mengsel van 3 chemicaliën. Ja. Het is een lichtgevoelig ijzerzout, samen met een zilvernitraat. Deze techniek die is rond 1890 is die zo'n beetje bedacht. Een hele ongunstige periode voor deze techniek. In de periode dat eigenlijk de foto-industrie, of filmindustrie of net hoe je het noemen wilt, ook een techniek bedachte waarvan het materiaal gewoon beter houdbaar was en weet ik wat er meer. En daarom is hij ook gewoon verloren gegaan binnen een hele korte tijd. Ik hang dit nu eventjes in de droogkast, want dan kunnen we snel verder. Hoppa. Nou, dit is het contactraam en hier komt het negatief dadelijk in contact
En vandaar dus het contact kwam. Het negatief komt hier in contact met dat lichtgevoelige tekenpapier in te liggen. En dan belicht ik hem ja, zeg maar met een soort hoogtezon. Ik plak hem nu eventjes vast, zodat ik eventueel dadelijk nog een keertje kan kijken of alles wel, wel goed belicht is of zo. En daar gaat de belichting. En als je nou goed kijkt, dan zie je ook die lichtgevoelige laag langs de randen. Daar heb ik hem even wat vrijgelaten. Zie je hem ook wat bruiner worden. En die belichting zal ongeveer op deze afstand 4 minuten zijn. Dus dan hou ik me daar ook maar aan. Ik kan nu controleren of het beeld voldoende is. Door dit gewoon vast te blijven houden. Ja. Daar is het beeld. Nou, naar mijn idee is het voldoende. Dus ik ga hem gewoon ontwikkelen. Hij ziet er nu heel licht uit. Maar dan hindert niks. Die wordt vanzelf donkerder. Hij komt nu eerst in een bak van water. Waarin het overtollig. Je ziet ook dat hij donkerder wordt. Ja. Hier krijg je wat oranjeachtige kleur. Je hebt hier maar heel weinig van nodig, want anders dan... En dan zie je dadelijk het beeld in zijn oorspronkelijke kleur ongeveer krijgen. Nou ja, de foto heeft nu 5 minuten in een hele zwakke fixeeroplossing gelegen. Hij wordt nu gespoeld. En na het spoelen hang ik hem ook weer net zoals het negatief aan de waslijn om te drogen. Oh ja, je ziet hier ook nog die stukjes, die hoekjes zeg maar, waarmee ik die film in de cassette vastgeplakt had. Je ziet hier ook de potloodlijn erdoor. Hier komt dus straks het negatief op te staan. Moet hem dan alleen dus... hij moet nog een paar bewerkingen ondergaan. En het eerstvolgende is eigenlijk het snijden van het glas. Ongeveer op de maat van het negatief wat we gemaakt hebben. Nou, daar gaat hij dan. Dat was die. Ja, wat ik nu ga doen is die glasplaten voorzien van een geruwd oppervlak, grijnen, zo noemen ze dat. En daarvoor gebruik ik carborundumpoeder van een bepaalde grofheid. En samen met water slijp ik als het ware het oppervlak van die glasplaat tot een mat oppervlak. Zodat de komende lagen, die lichtgevoelige lagen die erop moeten komen... dat hij gewoon goed hechtte.
dat cabrunum dat is nu vermengd met water. En dat vergroot als het ware de schurende werking. En je ziet hier dat hier een heel mooi geslepen patroon er inmiddels in zit. Hier langs de randen nog niet. Dus we moeten gewoon verder gaan. Oh ja, kijk maar. Zie? Ja, ja. Kijk maar, zo heb je dus een prachtige matglazen plaat. Zie? Die gelatine die gaat in koud water. En die moet een kwartiertje opzwellen. En dan brengen we hem daarna op temperatuur. En dan lost hij op. En dan gaat die aluin in. Nou, ik giet nu die warme oplossing, die warme substraat, dan giet ik op die glasplaat. En ik verdeel hem ook door het zo te schudden. En je ziet ook dat die laag zich... Je moet er gewoon voor zorgen dat er meer als voldoende op komt te liggen. Het teveel laat je er gewoon aflopen. Ik laat hem een kwartiertje zo op een punt uit lekken. En dan droog ik hem in de oven. En dan is het verhaal weer rond. Nou, de platen hebben nu drie kwartier gedroogd in de oven. En... Ja, die zijn verder nu in principe klaar voor gebruik. Het enige wat er nu nog mee moet gebeuren is een half uurtje spoelen om het overtollige silicaat om dat weg te spoelen. Die gelatine die wordt lichtgevoelig gemaakt met een ammoniumdichromaat of kaliumdichromaat. Maar dat komt straks pas. Nu gaat het erover dat dit eerst weer geweekt wordt in water. En na het weken wordt het op temperatuur gebracht. Komt de lichtgevoelig makende materiaal erbij. En dan wordt het op die warme glasplaat gegoten. Ik verwarm vast de glasplaten die straks als drukplaten dienst gaan doen. Dat moet ook wel, want als je hier die warme gelatine op giet en de glasplaten zouden koud zijn, dan stolt hij onmiddellijk en dan kun je hem niet mooi egaal verdelen. Dus vandaar. Ja, ammoniumdichromaat. Het lichtgevoelige wil eigenlijk zeggen dat die ammoniumdichromaat de oplosbaarheid van die gelatine verandert. Dus als er ultraviolet licht straks bij komt, bij dat mengsel van chromaat en gelatine, krijg je als het ware dat er een soort onoplosbaarheid ontstaat op plaatsen waar licht is gevallen. En op andere plaatsen blijft het als het ware toch enigszins oplosbaar. Die ammoniumdichromaat die heeft nu ook de goede temperatuur. Nou meng ik gewoon het boeltje met elkaar. En dit is eigenlijk de lichtgevoelige laag die op die glasplaten gegoten wordt. In een bepaalde hoeveelheid giet ik die erop. Hij is nou goed gemengd. En dit materiaal is lichtgevoelig. Ik kan het gerust bij dit licht zo heen laten klungelen. Omdat die lichtgevoeligheid pas echt hoog wordt op het moment dat het boeltje gedroogd is.
dit is de hoeveelheid die verdeeld moet worden over die, over die glasplaat. Ik zeg nou, maar eens mooi nu. Kijk, als deze glasplaat nou koud was geweest, dan had het hele zootje onmiddellijk gestold. Je zit hier ook de luchtbellen in. Straks als alles verdeeld is, probeer ik die zoveel mogelijk weg te halen. En zo trek je gewoon met zo'n puntje van de plaatje, trek je die luchtbellen naar de kant toe. Ik vind deze plaat eigenlijk het best. Dan moet die 2 uur gebakken worden. Dus Okay. Beeld. Dit is degene waar het nou om gaat draaien. Oké. Daar gaat hij. 6 minuten belichten. Of 7. Want dit is een vrij donker negatief. Dus in principe is het niet eens zo erg als deze 7 minuten belicht zou worden. En misschien dat we dat ook gewoon maar moeten doen. Dan belichten we deze 7 minuten. Dat zien we wel morgen drukken. Nou, hier kunnen we weer even kijken of het beeld wil komen. Ja hoor. Ja. Als ik hem hier op zet, dan zie je ook dat hij er eigenlijk helemaal op staat. Ja. Zie je dat? Ja. Nou, deze wordt ook weer gespoeld, net zoals de vorige plaat. In hartstikke koud water. Nou, met dit koude water, hier ontstaat die zogenaamde rondselkorn, die drukkende korn. Hij behoudt voor een deel behoudt hij zijn vermogen om op te zwellen in water, of in een waterachtig milieu. Of water samen met glycerine, wat vocht heel goed vasthoudt. En hij heeft een vermogen om vette drukking in te pakken, als het ware tussen de dalen van die... van dat wormachtige patroon. Misschien dat we dat straks een klein beetje in beeld kunnen brengen. Maar dit spoelen dat duurt minimaal 1 uur. En maximaal 4 uur. Nou, hij is bijna uitgespoeld. Eigenlijk mag ik hem zo nog niet met de handen aanpakken. Die roenselkorn zit er al in. Want ik kon hem net, als je schuin tegen het licht in kijkt, ik kan hem zien zitten. Ik zal eens kijken als ik het oppervlak wat afdroog. Dat dan iets meer te zien is. Ja. Nou, dat glanzende, dat is gewoon helemaal gelooid met die bomen zelf. Die matte structuur, dat is die rondselkorn die je ziet zitten. En die zal straks ook drukken. De glasplaat die heeft nu een nacht gelegen. Ik ben hem nu in de invochtvloeistof aan het zetten. Hij moet dus per se eerst gedroogd zijn. En wat ik er nu overheen kiep, is een mengsel van glycerine en water. En dat mengsel dat zorgt ervoor dat de gedeeltes die niet moeten drukken, dat die zich volzuigen daarmee. En de gedeeltes die wel moeten drukken, die zijn door de belichting en door de looiing, door de dichromaat. Zijn die als het ware, die, ja, laten we zeggen, waterafstotend geworden. Die zijn zo gelooid
dat ze dit materiaal niet meer op kunnen pakken. En dan zal straks, als dit zo'n half uurtje heeft gelegen, dan kan dit er allemaal af, dit spul. En dan zal hij heel langzaam, maar zeker, zal hij die andere plaatsen de druk in gaan pakken. En dan wordt het beeld afdrukbaar. Nou, dat is wel goed. In dit potje heb ik wat lithografische drukinkt, steendrukinkt. Heb ik wat aangemaakt met met wat stoffen, dat hij de goede dikte krijgt. En die ga ik nu verspreiden over deze glasplaat en verspreiden over een roller. En dan ga ik heel langzaam het beeld opbouwen. Het is echt een ongelooflijk taaie inkt. Door heel snel te rollen, met heel weinig druk, haal je te veel aan drukinkt af. En dan kan ik voor de eerste druk kan ik hem in de pers leggen. Het papier op de glasplaat en het hele spul door de pers heen. En dan maar hopen dat er niks onder de glasplaat zit. Nou, de eerste. Er moet een soort evenwicht komen tussen vocht en vette drukking en allemaal dat soort dingen. En dat gaat nog helemaal niet. Dit bedoel ik met de plaat moet gewoon stabiliseren. Hoppa. Hier is de vierde druk. En weer net zo mooi als de derde. En het feit dat zo'n foto een druk in kruipt.
waar de luchtbellen in de gelatine hebben gezeten. Je ziet, oh ja, daar zit de inkt te dik, of daar is een vliegje in de gelatine laag.